Hallo. Dus de mensen moeten liken en ze moeten abonneren. Vragen waarom ga je stoppen, ben je dan niet bang dat je niet met jezelf leven vallen in een zwart gat. Boeiaka, boeiaka, ja. Yo, yo, yo. Oké, het is zondag. Ik ben een soort van net wakker. Nee, niet echt net wakker. Het was een heftige dag, hè? Ja, ik heb echt een enorme kater. We gaan een staycation doen bij W Hotel samen met Glamour. En we waren uitgenodigd of we hier wilden slapen. En dat willen we. Tuurlijk. Natuurlijk. Het leven is een rit die ik maar één keertje kan doen. Dus ik was stunten als een baller en niet leven op rantsoen. Dus ik volg niet de poem, maar mijn vingerspits een gevoel. Wat gaat een dooie kunnen doen met een miljoen? Dus gooi die euro's in de... Deze slogan. Toen was ik scared. Bedankt voor je advies, maar als ik één ding heb geleerd... Oh. Kijk nou! Zo leuk! Oh, kijk wat hier hangt! Nou! Er zitten mijn initialen op! Zo leuk! Kijk mijn videoboodschap, liefst Sanne. Even kijken. Wauw! Hoe leuk is dit? Oh, heerlijk. Room service. Jam. Wat zei je? Ik laat gewoon tanden. Ik weet zeker. Maar echt lekker. Ja, hij is echt heel lekker. De PJ's zijn heerlijk. Ga je lekker? Oh, maar hij moet eiken. Huh? Jam, 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 jam. Room service. Oh. Oh. Morning, het is maandag. Even in de kaart, doe de verder niemand was op de rem voor de start als spring. Hoe ga je vertellen dat je ook op lopen rennen, maar je never ergens anders bent? Morning, snoes. Vandaag ga ik de campagne schieten voor mijn sieradencollectie. Het is een hele toffe locatie. Ik heb een badje aan, want het is heel koud. Maar het is hierachter. Super zin in. Ik vind het ook heel spannend. Dit heeft Gwen zelf gemaakt. Van oude spijkerbroeken. In de klop en ben je vanavond bots. Jonge jongen, dat is dom, 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 dom. En sta je in de fik met je mattie zonder chicks. Jonge jongen, dat is dom, 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 dom. En gozer zijn je anabole diepte groter dan die van die gieten. Dat is dom, 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 dom. Ik ben in mijn fight nu. Waarom doe je lijk nu? Ik ben net thuis. It's a wrap. Mijn eerste sieradencollectie die binnenkort uitkomt. Even zo. Is het helemaal scheef? Ja. Ik heb niet zo heel veel erover verteld, want ik ben er al echt anderhalf jaar mee bezig. Maar het wordt super tof. Het is exclusief verkrijgbaar bij Anna en Nina. Dus het is echt een hele mooie samenwerking. En het komt bijna. Het komt heel snel. En dan ga ik jullie... alles erover vertellen. Maar de shoot zit er in ieder geval op. En het is zo tof geworden. We hadden zoveel geluk met het weer. Super blij. Oh, ik heb trouwens gefilmd voor een aparte video. Dus je ziet nu niet heel veel. Ik ga dit doen. Deze sokken. Je bent echt een zwerver zo. Maar wel leuk. Je bent prachtig. We moeten dus een nieuwe bank. Nee, je moet dit even allemaal doen. Goed, we moeten een nieuwe bank. En ik zit het de hele tijd uit te stellen. Omdat ik niet zo goed weet wat ik wil. Maar ik ga het nu gewoon doen. De opties. Dit is een optie. Waar we nu tegenaan lopen is dat hij heeft maar één bolletje. En hier hebben we geen bolletje. Dus ik wil eigenlijk twee hoeken. Waarbij we dus zeg maar... allebei apart. Allebei los van elkaar kunnen zitten. Dit vind ik ook een optie. Maar dan mis ik toch een... ander stuk nog. Dit vind ik mooi. Dit vind ik ook mooi. Het is wel veel duurder, maar ik vind het wel mooi. Het is wel lekker qua, maar ik, dus dan heb ik geen kussens. Dit vond ik ook heel mooi. Ja. Omdat hij gewoon zo lekker groot oogt. Nu is er paniek, want we twijfelen tussen deze kleur en deze kleur. Kijk, ik vind het wel een keer wat nieuws. Wat vind je? Ja, de kleur. Een mintgroen. Ja. Zo, even wat anders. Maar ik mors zoveel. Dat is waar. En wij hebben eigenlijk helemaal niets... Wel, we hebben de stoeltjes. Auw. Wordt dat dan juist niet te veel? Worden we zo'n mintgroene huis? Nee, toch anthraciet gedaan.
We hebben hem besteld. Vet zin in. We krijgen hem over 4 weken. Van die dingen die je zo lang uitstelt, maar dan heb je het gedaan en dan denk je, oh, dat voelt echt vet goed. Fantastisch. Deze bank ga ik aan mijn zusje geven trouwens, voor wie zich afvraagt wat we hiermee gaan doen. Voor de baby's. Jezus, vergeet ik het weer. Dinsdag. Het is dinsdag. En ik begin de dag met een ontbijtje in Hotel V. Het Fossil. Het horloge die staat nu op Instagram. Jullie vonden hem ook heel leuk. Kijk, hij heeft een robothartje. Kijk hoe schattig. Hey. Ik kan wel 10 van die bangers beloven, maar heb ik die wel nodig? Als je kijkt naar wat er gemaakt is in deze tijd. En ik ben niet meer echt de porrel voor elke fucking avond in de stad. Want dan is elke avond gewoon weer gelijk een paradox. Want ondertussen is iedereen van mijn vrienden goed weer bezig met de warming up in de fucking kroeg. En ik heb weten... Oké, ik ben meteen doorgegaan. We gaan promos opnemen voor RTL. De onvergetelijke feestdagen. Nee, dit is voor die mannen die me hadden. Zes de plannen voor de banken, voor de vrouwen die me lieten zitten. En me lieten stikken, me niet binnen lieten. En me bij mijn vrienden lieten pitten. Hallo. Mensen van de vlog. Wij zitten op dit moment bij de make-up. Althans, Anna die zit op mijn stoel met mijn visagiste aan mijn make-up te klooien. Maar ik vind het allemaal prima. Er staan allemaal nerveuze mensen daar. Kijk, daar is ze hoor. Ja. Gaat nog even duren allemaal. Maar Anna mag voor. Ja. De groeten. Hi. Ik heb een hele mooie lippenkleur. Dit is de Charlotte Tilbury Nude Kate. Gemixt met Max Factor 10 Ruby. Waar kunnen ze jou volgen voor meer van dit soort mooie creaties? Martina Jager. Martina Jager. Top. Ze is heel goed. Ja, dit is echt heel mooi. Wat heb ik ook op? Oh. Dit is de Filmstar Bronze and Glow. Ik ben vanavond voor het eerst in de show, dat vind ik heel erg leuk. Ben late night. Je bent naar New York geweest natuurlijk. Zeg ik het tegen. Dat is wel heel gaaf. Vragen aan vrouwen, waarom ziet Hillary Clinton stemmen? Klinkt saai, maar het is echt niet saai. Het is, oh, nee. het is bruisend, het is boeiend, het is apart, het is inspirerend, het is fris en fruitig. Oh, als iedereen het zo deed. Even voor mij, hoeveel volgers heb je op Instagram? 270.000 of zo. En hoeveel YouTube abonnees? Bijna 100k. Al? Dus de mensen moeten liken en ze moeten abonneren. Of, als ze het leuk vinden, ze moeten het, niks. Alleen als het, ze het leuk is vinden. Is het liken en abonneren of is het abonneren en liken? Het is, maakt niet uit. Het staat hier. Doe het even. Gewoon. Serieus, Albert Heijn, fix je bakjes. Mijn beestjes liggen overal. Kijk nou. Ai. Oké, één voornemen wat ik heb in het leven is minder aan mijn haar zitten. Ik heb nu net een video gezien van mijn Teske, waarbij mijn haar continu verkeerd zit. En ik het steeds erger maak door eraan te zitten. Dus ik beloof dat ik het probeer. Ik ben net een uur thuis, ik heb snel gegeten. En ik ga nu op naar late night. Weet je hoe ik vroeger mijn kleren streek? Nou. Als ik een jas aan heb. Alleen die voorkant. En mijn machet. En mijn kraag. Dat was het. Oh, hallo. Yeah, I want you back. Wat gebeurt er? Ik zit I want you back. Ik zit in een make-up suit. En opeens is Lotte mijn shirt aan het strijken. Ik dacht, weet je, ik zie het hier liggen. Ik dacht, god, kan ik het nog? Ja, kan het nog. Ik ben klaar voor late night. In de Insta trouwens zit van de honderden filmpjes zit er één video waarbij ik weer dit shirt aan heb. Nu lijkt het net alsof ik één kleur heb. Waarom is iedereen zo gestrest? Waarom is iedereen in gesprek? Hier is alles plan. Adieu Alex. Waarom zit iedereen op mijn nek? Waarom doet iedereen zo zijn best? Hier is alles plan. Hier is alles plan. Hallo Lucie, dames en heren. Little Crane, a.k.a. Sean Tong. Even maken met de bakkie lantang. Liggen op het strand, die clip van Tang Song. Het lijkt me beter als je daar gaat staan. Ik kan de... Woensdag. Even 4 uur slaap gehad of zo. Oh, ik zou niet meer aan mijn haar zitten. Ik ga filmen in het Hoxton voor Omoda. Oh, late night was echt awesome. Ik vond het echt onwijs leuk om te doen. Ik zie mezelf dit pad opgaan van verhalen vertellen over de VS. Dat hoop ik. Lijkt me echt geweldig. Vandaag filmen we handige shoe hacks. Samen met Adelie. Kijk hoe inventief. We zijn bij de lancering van H&M en Kenzo. Jij danst is kunst, iedereen die kijkt die ziet weer wat anders. Niemand weet precies wat je doet, want de ene man gluurt en de ander die chance. Maar niemand die komt echt in je buurt, want je aura spreekt boekdelen. Dit is jouw nacht, je wil geen vloer delen. Jij bent niet te vangen met een simpele zin en je vriendinnen kringbaak. Want ze weten dat ze vallen in de smaak, maar ik sta stil en verdwijn in de sfeer. Ben sowieso getypen dat het zomaar probeert. Het is donderdag en ik heb dus een hele dag op kantoor. Come on.
preview van de heftigste aflevering tot nu toe. Wie? Aan mijn hart en huis. Ik ben nog steeds een beetje angstig. Ik heb het Gabi ook nog steeds niet vergeten. Nee, wij gaan allebei jou niet. Hoe kon je dit doen? 4 uur slaap gehad, 3 uur slaap gehad, ik weet het niet. Ik heb een fitting thuis en dan heb ik opnames. Dus let's go met het hoofd. We hebben opgenomen bij Happy Happy Joy Joy. Daar zit ze dan, de meesterplannenbedenker. Ja, maar het niet uit kunnen voeren, dat is nog eigenlijk nog erger. Het niet willen uitvoeren kunnen, ik weet niet wat er gebeurde. Het is inderdaad wel een hoog kerstgehalte. Dan trek je je trui aan en dan zet je geen kerstboom in de gang. Zo doe je dat helemaal. Dat is wel een oplossing. Chillen in de salon. Met mijn brakke hoofd. Vandaag ben ik helemaal into hoodies. En de rest van het seizoen ook. Hoodies, hoodies, hoodies. Hoodies, hoodies, hoodies. Oh, you on camera. Word je wakker? Word je wakker, Sumi? Hier ben je aan het flirten. Oh, lekker. Dan gaan we haar eerste wortelhapje geven. Zaterdagavond, werkende op de bank. Ik ga de vlog afsluiten, jongens. Ik ben vanaf morgen in Oeganda voor SOS Kinderdorpen. Maar dat leg ik in de volgende vlog allemaal uit. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat was het. Doei. When me say van, hoe ga ik mezelf overtreffen naar die great tape? Later zal ik ook dit jaar weer staan op al die mistakes. Vragen waarom ga je stoppen, ben je dan niet bang dat je niet met jezelf...